En weg zijn de jongens en meisjes en daar hebben we de eerste valpartij. Ai. En dan kijk ik even naar de mensen van de JHBO, die zijn wel aanwezig. En dat is 5208 Ruby Jansen. Zij gaat op dit moment aan de leiding. En de eerste jongeman 5209 Leon Wiedemeijer. Dat zijn de snelste stadnummer aan de voorzijde bevestigen. Dus het stadnummer graag aan de voorzijde. Dat maakt het allemaal iets makkelijker voor de jury aankomst. Noah Molenaar, die dacht dat ze wel was na één ronde, maar ze moet nog een tweede ronde afleggen. En het is natuurlijk de kunst om de krachten goed te verdelen. Dus bij doorkomst, start en finish nog één volle ronde. En als je in de tweede ronde zit, dan mag je zo dadelijk aan de linkerzijde van het parcours finishen. Maar eerst nog even een volle ronde van Jordan Loophot. Tijd 7:37 en dat is toch beduidend sneller dan vorig jaar. En dan de eerste jongeman, 52:09, Leon Wiedemeijer. Leon, gefeliciteerd. Ik doe me een beetje tegen, Daniel. Ik had wel verwacht dat je eerste zou worden. We zijn al een tijd bezig met de Stichting Schelvenspark. We waren met 6 mensen in de stichting. Door omstandigheden zijn een aantal mensen hebben een stapje terug moeten doen afgelopen jaar. En in combinatie met sponsoren en met name atletiekvereniging SISU hebben we dit samen kunnen organiseren. En zoals je ziet, we hebben er prachtig weer bij. Het is een fantastisch evenement op dit moment. Ja. Hoe vind je de opkomst? Ja, gaat tot nu toe goed. Ik heb de lijst met inschrijvingen nog niet helemaal kunnen zien. Maar zoals lijkt is het een stuk drukker dan vorig jaar. Ja. Zijn er nog beroemde mensen die meedoen? Beroemde mensen? Nee, geen Haile Gebrselassie of iets dergelijks. Maar veel Almeloers en dat is ook het belangrijkste. Want het belangrijkste is dat we met name de wijk Schelvorst en Almelo zelf in beweging willen krijgen. Ja. Wat doe je nog meer als de winterloop? Qua? Wat organiseren jullie nog meer dan alleen de winterloop? Op dit moment is met name de winterloop. Er zijn wel ideeën voor andere dingen, maar met name de winterloop is namens Stichting Schelvenspark op dit moment het hoofdactiviteit. Ja. Ben je de vervanger van Meta? Ja, Meta heeft door omstandigheden een stapje terug moeten doen. Is nogal zeer actief, maar hebben wel even de wind uit de zeilen bij haar moeten halen. Dat ze even iets meer rust pakte. En daarom ben ik interim voorzitter op dit moment. Ja. De snelste dame vandaag. Linda E. Timmerman met een tijd van 26:53. Ja, Anke is derde geworden, jongeman. Ja. Goed, graag uw applaus voor Linda, Vallon en Anke. Yay! En dan de snelste man. En volgens mij is hij in deze dagen jarig, als ik het niet vergis. Branko van Minnen. Yay! In een tijd van 21:52 is hij dit jaar winnaar geworden van de 6 kilometer. Ja, en dan. Dankjewel. En applaus voor de prijswinnaressen op de 4 kilometer. En dan. En dan kijk ik nog snel even in.